Ik heb ook wel eens wat gedaan wat niet mocht, vroeger. Genoeg reden om mijn moeder te arresteren. Heel sneaky. Zijn vrouwen sneaky? Een beetje poeder en dit is denk ik wel heel dik hoor. Een beetje zachtjes uitpoederen. Mag ik je knuppel zien? Dit is de Weekbreker en dit is mijn show. En dat is mijn moeder. En dit ben ik. Hey mam. Hey gozer. Hey mam, leuk dat je bent hè. Nou dankjewel dat ik onderdeel mag zijn van jouw show dus. Ja, mijn show hè. Jij bepaalt alles. Ik bepaal alles. Wie komt er vandaag? Jan Willem, de politievlogger. Applausje. Applaus. Hoi. Hoi. Hey. Nou, kom zitten. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, hij hoor. Hij is het. Onze gast van vandaag en alweer laatste van dit seizoen is Jan Willem. Als klein jongetje wilde hij al agent worden. Maar je gaat hem niet zo snel zien in een politieheli, want de beste man heeft een beetje hoogtevrees. Momenteel hartstikke verkeringloos, maar mocht hij gezelschap willen, denkt hij toch eerder aan een nieuwe puppy. Toch, Jan Willem? Nou, ik vind hem heel dubbel eigenlijk. Zou als het moet stoppen met kijken naar Netflix, want YouTube is veel breder. Tot zover het strafblad van deze vloggende politieagent. En ik ga je heel veel vragen stellen. Ik ben benieuwd. Je kijkt hem heel hard. Wat is de gevaarlijkste boef die je ooit hebt gevangen? Ik denk dat de gevaarlijkste boeven in die zin zijn, dat zijn niet echt boeven, maar dat zijn een beetje mensen die in de war zijn. En die daardoor ook heel dingen doen die je niet verwacht, zeg maar. Die ook echt wel willen vechten met de politie. Je bedoelt dronken mensen. Dan ben je al wel een beetje een boef inderdaad. Dronken mensen zijn ook onvoorspelbaar. Ja, en heb jij iemand ook iemand ooit doodgeschoten? Ja. Nou, heftige vraag ook. Zo. Ja, dat komt even binnen. Nee, nog nooit gedaan. En was u erbij bij Apple Store, die dief bij Apple Store? Nee, daar was ik niet bij. Wij vragen ons altijd af, toch? Als we politieagenten boeven zien meenemen en dan vinden ze ons als geld, toch? Mm-hmm. Waar gaat dat geld heen? Ja. Dat geld wordt allemaal in beslag. Als je dus crimineel geld, hè, dus geld van de boef wordt in beslag genomen. Ja, crimineel geld, geld is geld. Eens, maar dat is dan scherp. Geld is geld, maar het is in die zin crimineel bestempeld. Mm-hmm. Dus dat wordt in beslag genomen en dan gaat de officier en de rechter gaan uiteindelijk bepalen of je het echt mocht hebben, zeg maar. Of dat het, zeg maar, door criminele activiteiten, hè, je hebt iets gedaan waar je dat geld hebt, waardoor je het niet mag hebben. Heb je nu ideeën? Wat doe je daarmee? Geef je het of zo aan arme kinderen? Nou, de Tweede Kamer die bepaalt natuurlijk wat we met het geld doen. Dus er gaat een deel die gaat naar de zorg, een deel wordt de politie weer betaald, een deel wordt defensie betaald, school wordt ervan betaald. Hebben jullie ook wel eens dat het dan door misschien iets, dat het haar in de war gaat? Ga je dan tussendoor even jellen? Van mij? Ja? Of collega's? Nou, ik denk dat er zo ongetwijfeld collega's zijn die dat doen. Ik heb natuurlijk heel vaak een motorhelm op, dus dat heb ik wel een beetje losgelaten. Mag ik je knuppel zien? Oh, sorry. Je wilt de wapenstok? Ja. Dat kan. Die kan ik wel even uithalen. Hoe werkt het? Als je hem... kijk, dat gaat bijna zo. Je moet hem eigenlijk even vanaf je schouder halen. Dan moet je zorgen, pas op dat je gezicht niet raakt. Goed vasthouden en dan iets stevig naar voren schuiven. Dat hij uitklapt. Hier, dit doen ze ook bij de fanfare. Zo'n marionet is dat. Marionet, ja, dat is hem inderdaad. Ja, vast direct. Of hoekballen. Kijk, softbal. Als een president lijk ik net. Nou, ik hoop dat ze er iets op bijlopen, als ik eerlijk ben. Nou, we praten wel de hele tijd over boeven, maar maak je ook de juiste beslissing achter welke boef je aan moet rennen? We hebben twee hier voor jou klaarstaan. De ene gaat links en de andere gaat rechts. Ja. De vraag is, grijp jij de juiste boef? Succes, hè. Ik ga ook meehelpen, maar voordat je het niet meer weet... Ja, ik kan wel wat hulp gebruiken. Nou, kom maar op met die plaatjes. Laat me zien. Links of rechts, hè? Deze twee staan voor je. Ene rent naar links, ander naar rechts. Rechts. Dan rechts. Waarom rechts? Ja, anders. Ik snap het wel, maar hij is heel klein. Je kan het makkelijk aan, denk ik. Nee, maar kleine zijn ook heel moeilijk om Nee, kan, maar die links heb ik het misschien het zwaarder. En als ze toch allebei moeten hebben, dan ga ik over de rechts. Die kan ik makkelijker hebben. Nou. Dit weet ik. Die ken ik. Ja, maar wie pak je? Wie grijp je? Ik ken ze allebei niet, dat is heel erg. Oké, die rechts is camouflage. Ja. En die van links, die is gewoon, die kan niks. Dat is gewoon een ouwe. Nou, dan ga ik ook maar weer voor links, hè. Want rechts kan ik toch niet pakken, begrijp ik hier. Ja, die ouwe is gewoon gek. Ja, ik denk ook welke traag. Welke film is dit? Traag, denk ik ook, die ouwe. Ja, die is heel traag. Kies wel voor de makkelijke steeds, hè. Traag.
Oh, Huggy Wuggy en It. Oh, wie zou ik Huggy? Huggy Wuggy of It? Oeh, dit is moeilijk. Ik denk dat jij achter geen eentje aanrent. Jij rent hem weg. Nee, ik ga gewoon weg. Dat weet ik. Ik ken Huggy Wuggy, ik ken It. Ik ga denk ik voor It. Echt? Ja. Ja, omdat It... Dat is echt een boef. Ja, maar als je... Een moordenaar, geloof ik, toch? Ja, ik kan je nu wel zeggen. Als je hem gaat pesten, dan wordt hij telkens kleiner en kleiner. En dan tot is hij helemaal zo klein, is hij net een baby. En dan kan je hem net zo aan. Dus zet je hem gewoon in de prullenbak. Kijk, nou, dan hebben we een goede keuze gemaakt nu. Ja. Ja. Pak je. Dan denk ik voor Jafar. Voor Rex. Waarom? Ik vond Aladdin vroeger heel leuk. Nee, maar het gaat er niet om dat je het leuk vindt. Oh, sorry. Omdat ik denk dat dat een grotere boef is. Nou, die Link is echt wel zwak, hoor. Ja, maar ik denk niet dat Link heel zwak is. Mm-hmm. Maar ik denk dat hij heel slim is. Slimme boef. Het is een dame, hè? Ja? Het is Cruella de Vil. Ja, maar dit is een hele slimme boef. Heel sneaky. Zijn vrouwen sneaky? Nou, hoeft niet per se, maar ik denk wel bij Cruella. Ja, dat is echt iets. Oké, dus we gaan voor links? Nee, rechts. Oké, rechts. Omdat je links uit de weg gaat. Ja. Je bent eigenlijk een beetje bang voor haar. Ja, ook misschien wel, ja. Je ziet dat haar, je denkt... Rechts denk ik, nou, dat is wat die kunnen handelen. Oh, dit is een makkie. Doe alsjeblieft, Wario. Wario? Wario. Die, doe niet die dunne, die is kapot sterk. Die is kapot sterk. Nou, even snel, denk ik. Dus ik ga ook voor Wario dan. Kan ik ook hebben. Ja, die is makkie. Maar ik hoor wel dat die telkens gaat voor de makkie. En jij adviseert hem ook de makkie. Maar is het niet als politieagent dat je ook de moeilijke dingen... Ja. Niet uit de weg gaat, zo van, hey, jij hebt gek haar. Ik kijk even weg. Nee, maar dan kan ik hulp inroepen, hè. Dan doen we het samen. Ik heb nog een hele goede vraag voor je. Nou, ben benieuwd. Zit je wel, als je naar huis gaat, zit je dan wel soms je sirene aan? Ja, als je haast hebt. Moet als ik naar huis rijd? Nee, ja? Want ik heb geen sirene in mijn auto. Ik rijd mijn eigen auto naar huis. Dus, maar ik heb nog één vraag. Of je bedoelt misschien vanuit naar het bureau of zo? Ja. Nee, dat doen we niet. Dus ze kunnen ook altijd zien wanneer we dat aanzetten. Dus als ze zien dat we het doen wanneer het niet mag, dan heb ik een probleem. Dus die sirene mag je niet zo voor de grap even van, hey, het is druk, we hebben nu... Nee. Mag jij wel filmen als jij politiewerk zit te doen? Mag dat wel? Ja, er zijn heel veel regels voor. En het is ook een hele dunne grens, zeg maar. Omdat je natuurlijk wel met heel veel privacy te maken hebt van andere mensen. Dus het mag wel, maar er zitten heel veel regels aan vast. Ik heb nog een vraag, hoor. Wat is de hoogste boete die je ooit hebt in je hele leven hebt gegeven? Ik denk dat dat een boete is geweest voor van 800 euro voor economische delicten noemen we dat. Dus zeg maar... Economische delicten, ja. Een moeilijk woord. Hoe ga ik dit uitleggen? Voor een bedrijf die iets fout doet. Dus een bedrijf doet het fout, die krijgt een bekeuring. En dat zijn altijd hele dure bekeuringen. Dus ze doen bewust stiekem iets fout. Dat ze dan meer geld kunnen verdienen. Dan denken ze, dat doet niet. Ja, en als je naar achter komt, daarom krijg je ook hele dure boetes. 800, bijna. Dat is wel 800 euro. Bijna 1000. Nog 200 erbij en je bent al bij 1000. Ik heb ook wel eens wat gedaan wat niet mocht vroeger. Ik heb wel eens... Iets gepikt? Ja. Ergens of zo in de kruidvat of ze heeft iets gepikt en toen ging ze naar het bureau. Ja, nou, genoeg reden om mijn moeder te arresteren. Nou, dat is goed. Maar kom je wel even helpen dan? Ja, ik kom helpen. Ik vind het erg overdreven. Erg overdreven? Het is al heel lang geleden, ja, toch, nee, jongens? Ja, nee, maar dat gaan we niet mee. Wat je dan doet, dan zeg je eerst, vraag je, gaat u meewerken? Zeg maar, ga je meewerken? Ga je meewerken? Heb ik anders gaan we geweld gebruiken, zeg je. Anders gaan we geweld gebruiken. Oké, maar ik ben tegen geweld. Oké, dan zeg je armen spreiden. Armen spreiden. Voor je houden. Pak je een hand hoe je weet. Doe je deze naar voren. Met je linkerhand. Andere hand. Ik kan een lang nu dan vluchten, hè, maar... Nee, maar anders gaan we... Druk maar aan. Oh! En met je vinger zo. En die andere. Doe ik eigenlijk die andere, ja. Hij is echt heel serieus, dit. De knopjes doen. En waar gaan we heen? We gaan in de auto. Okay. Ja, laat hem opstaan. Ik heb helemaal geen schone kleren voor de gevangenis. Ik heb wel de goede kleur aan. Wel goede kleur. Ja, oranje, maar je moet wel. Oké. Stel, een boef heeft iemand vermoord. Wat dan? Ja, dan hebben we een plaatsdelict, een PD. En dan moeten we een onderzoek doen. Oké. Nou, kijk hier eentje. Ja, ik zie het. Zullen we het eens even gaan oplossen? Ja, kom. Dan ga ik je helpen. Als je deze kant op komt... En dan zie ik op je desk al wat spulletjes liggen. Ja. En dan doen we als eerst even de handschoenen aan. Oké. Want we moeten natuurlijk zorgen dat
je geen sporen, geen vingerafdrukken van jezelf achterlaat. Kijk aan. Nou, wat je dan het eerste doet, is dat je gewoon even blijft staan en dat je gaat kijken wat zie je allemaal. Ik zie een mes met bloed en okay. Ik zie een mevrouw met tape. Nou, we gaan ervan uit dat ze dus echt dood is. Normaal kijken we natuurlijk altijd even of er geen ambu moet zijn, maar nu is ze gewoon dan dood. Ja. Oké, okay, en dan, wat gaan we dan doen? Wat zullen we doen? Misschien de bloed van dat er vanaf halen? Nou, normaal zullen we ook eerst even foto's nemen, dat we alles weten waar het lag. Maar dan gaan we denk ik nu eerst het mes onderzoeken. En ik zie daar al wat mooi poedertje en je hebt nu al handschoenen aan, dus kunnen we even kijken of daar misschien vingerafdrukken op zitten. Een beetje zo poederen en dit is denk ik wel heel dik hoor. Een beetje zachtjes uitpoederen. Zie je al wat of niet? Ik zie nog niks. Misschien gooien. Gooien? Ja, gooien dus. Ja, maar je moet, dat heeft hem wel vastgehouden. Maar normaal zouden we daar dus een vingerafdruk van af kunnen nemen. En dan... Ja, ik wil wel dat de juiste dader wordt gepakt, hè? Ja, niet zomaar ook. Van, oh, het maar lijkt erop. Maar ze praat ineens weer. Dat kan toch niet? Sorry, ik in het hiernamaals ben ik onrustig. Want oh, okay. Het blijkt ja, dat jullie dus in het klunzen zijn en dat de boef nog vrij loopt. Rustig mevrouw, we zijn ermee bezig. Oké. Okay. Nou, neem je het mes in beslag, dus dat breng je naar het bureau. Ik denk wel alles tegelijk. Oh. Mooi. Dan gaan we nu 3 uur achter de computer zitten om alles... in de computer te zetten. Ja. 3 uur? Dat is politiewerk. 3 uur in de controleren of jullie een bestaande afdruk kunnen matchen. Nou, dat kan nog langer duren. Nee, dat gaat in de computer en dan doet de recherche. En die gaan de vingerafdruk vergelijken met mensen die misschien al een vingerafdruk hebben achtergelaten door de politie. Maar het kan ook zijn dat iemand is die niet bekend is. En wat gebeurt er hiermee? Dit gaat naar de begrafenis ondernemen. Dus dan gaan we alles invoeren. Thanks. Ja. En dan gaan we de zaak oplossen. Ja. Nou, dank u dat je in het boekje hebt geschreven. Mm-hmm. 1 ding, maar die wil ik nog even met je doornemen. Oké, kom maar op. Mag jij het ben even benieuwd. Lezen voor me? Moet ik het even lezen voor je? Ja, de vraag zou zijn, als je je partner zou kunnen omwisselen, voor wie zou je dat dan doen? Maar ja, je bent hartstikke verkeringloos. Mm-hmm. Maar er is vast wel iemand... Die op jou verliefd is, of jij bent iemand op jou, over hem verliefd, of hem, of op haar... En dan wil jij het gewoon niet zeggen. Aha, eigenlijk bedoelen wie is je celebrity crush? Dat bedoel je. Celebrity crush? Wie van de bekende mensen van de hele wereld zeg je van nou daar wil ik wel mee een keer op date. Ken je die serie Games of Thrones? Game of Thrones? Met die draken. Die blonde mevrouw van die draken. Die vind ik wel een hele knappe mevrouw. Dat is ik weet alleen niet hoe ze heet. Mother of Dragons. Khaleesi dus. Ja. Als je dit ziet... Khaleesi, ik hoop dat je dit hier bent. Dus jullie moeten met hem op first date. Nou, leuk dat je was, Jan Willem. Graag gedaan. Ik vond het ik was super nieuwsgierig van alles wat je mee had. Mm-hmm. En mama, jij was een topper. Dank je. Topper. Dank je wel, je hebt best. Goed. Is weer in de pocket. Hey kijkers, bedankt dat jullie gingen kijken en de volgende keer weer de Weekbreker met Frenkie Tien en met Nienke. Blast.